De steuring ontstie van de mond betiert, nog voordat de drokte bij het ziekenhuis op gang kwam. De problemen ontstienen bij een test van de neetstroomversnering. Een test die het vaker dien wordt, maar nu gier dus mis. Het is een falen van de techniek. En de precieze achtergrond, daar hebben we nu een aantal deskundigen voor uitgenodigd om ons te helpen om daar een analyse op uit te voeren. Maar de echte oorzaak kennen we nog niet, we weten alleen wat de effecten zijn geweest. Het MCL kon net voorkomen dat de steuring gevolgen heeft voor patiënten. Op verschillende afdelingen moesten maatregelen genomen worden. Er zijn op een tweetal plekken problemen ontstaan. We hebben de dialysepatiënten moeten verschuiven en moeten verdelen over de twee andere centra in Friesland. En we hebben een aantal OK's gesloten om er zeker van te zijn dat op die plek waar we gingen werken, zeg maar, de stroomvoorziening voor 100% gegarandeerd kon worden. Binnen patiënten naar huis daar gestuurd? Er zijn een aantal patiënten naar huis gestuurd. De steuring wie na een paar uren weer voorbij. De oorzaak werd nog hield niet onderzocht.